Achter mij het rondeel, een revolutionaire manier van legkippen houden. Ik ben benieuwd wat daar zo bijzonder aan is en ik ga binnenkijken. Vandaag opening en open dag van het eerste ronddeel in Barneveld, in Nederland en in heel de wereld. Landbouw in de afgelopen 40 jaar in Nederland is een succesverhaal van kostprijsreductie en enorme volumevergroting. Nederland is netto-exporteur geworden, maar dat heeft ook geleid tot heel veel neveneffecten die we niet willen. De maatschappij accepteert het eigenlijk niet meer, de manier waarop we nu onze dierlijke productie vormgeven. Maar daar zitten allerlei klemmen in. Economisch moet het ook terugverdiend worden. En dat kan niet met het doorontwikkelen van de huidige systemen. Dan moet je echt naar andere systemen toe. Dat noemen we systeeminnovatie in de veehouderij. Dus na de Tweede Wereldoorlog is decennia lang in de Nederlandse landbouw is het denken geweest van productiviteit omhoog, prijs naar beneden en het dierenwelzijn, de mest enzovoort waren allemaal het kind van de rekening. Hier is het omgedraaid. Je begint na te denken over dierenwelzijn. Hoe willen die kippen het liefst leven? Ontwikkel daaromheen een veehouderijsysteem en je ziet dat het ook nog economisch uit kan. In reflexief ontwerpen worden dus aan de ene kant problemen die zich voordoen bij de realisatie van een bepaald idee, die worden opgelost door het idee te veranderen. En daarmee dus als het ware een herontwerp te maken, net zolang tot het maximaal goed gaat. Maar het kan zijn dat een aantal dingen in de structuur ook veranderd moeten worden en dan is de kunst om die te agenderen. Om te zorgen dat duidelijk wordt waar regelgeving veranderd moet worden. Om te zien waar het functioneren van economische ketens in de weg zit enzovoort. Dierenbescherming is hier uitermate positief over. Graag overhandigen kan Ruud het Beter Leven kenmerk met de 3 sterren van de dierenbescherming. Dank u wel. Ik ben bij het rondeelproject vanaf het begin betrokken geweest in de onderzoeksfase toen het nog het houden van hennen was. We moesten dus helemaal out of the box denken, niet in de bepaalde of bestaande systemen, maar helemaal opnieuw. En dat is het unieke aan dit project. Dat dit systeem niet bestaat, nooit bestaan heeft, helemaal nieuw is. En we verwachten ook dat het ook heel goed is voor het welzijn van legkippen. Vooralsnog is onze insteek om in 2010, 11 en 12 5 ronddelen in Nederland van de grond te krijgen. Waarbij we dan nu alles opzetten om in Brabant in september, oktober te beginnen met de bouw van het tweede ronddeel. Nou, dit is het nachtverblijf. Hier kunnen de dieren gewoon voer ophalen, ze kunnen water drinken en ze leggen de eieren erin. En daarnaast heeft hij dus heel veel ruimte om zijn eigen grond, zijn natuurlijk gedrag, zijn stofbad, schade, dat kan hij allemaal buiten het systeem doen. En dat doen wij in het dagverblijf, noemen we dat dan. Nou, die eieren worden dus gewoon centraal op één punt verzameld via een inpakmachine. Mest die dus op de band valt, wordt voorgedroogd. De warme lucht die in de stal zit, wordt door die mest heen geblazen. En daar gaan we dus proberen een product van te maken, te zijn een tijd, om te korrelen. Dat we ook weer zeg maar de reststromen weer kunnen vermarkten. Een van de mooie dingen vind ik dat we dus gewoon als een pakstation fungeren. We gaan ze hier rechtstreeks inpakken in klein verpakking. Ze worden in kratten gezet en ze worden afgeleverd bij de verdeelstations van Albert Heijn. En vanuit daar worden ze weer bevoorraad aan de winkels. En het belang van dit soort vernieuwingen zit mijns inziens ook heel erg in de andere samenwerkingsverbanden tussen partijen in de keten, andere relaties tussen bijvoorbeeld de dierenbescherming en het bedrijfsleven. En daar helpen dit soort ontwerpen enorm mee. Het is op zijn leukst als het je tegelijkertijd lukt om samen met een groep stakeholders een echte doorbraak in die landbouw te bedenken en tegelijkertijd daar als wetenschap weer van te leren hoe je precies dat, dus het maken van een doorbraak, nog wat beter zou kunnen doen de volgende keer. Ik denk niet dat deze vorm de standaard gaat worden. Want ik geloof niet meer in de standaarden van die we de afgelopen 40 jaar altijd hebben gedaan. Dit is heel erg gebonden aan een combinatie van productie en een specifiek afzetkanaal. Als we dit weer gaan standaardiseren, dan zitten we over 20 jaar weer precies met precies dezelfde problemen. Hè? Laten we de diversiteit opzoeken. Dit gaat grote effecten hebben op de pluimveehouderij in de komende 10 jaar. Het denken over dierenwelzijn, het denken over milieu, wat hierin zit, dat gaan we overal terugzien. Daar ben ik van overtuigd. Hartelijk dank ook allemaal voor uw komst. Ik hoop dat het een heel mooi succes wordt wat Stichting Wereld Eidagen betreft. Een smakelijke ronddeel cocktail.